Minister Dinota Voorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer heeft op woensdag 23 november 2021 een bezoek gebracht aan de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. De bewindsvrouw heeft zich samen met de SBW-leiding gebogen over vraagstukken deze werkarm van haar departement rakende. Directeur Stanley Bettersen toonde zich na afloop tevreden met het bezoek van de minister. Vandaag heb ik een officiële kennismaking gebracht hier bij SBB. SBB, zoals u weet, is een werkarm, een technische werkarm van het ministerie waaraan ik leiding geef. Eerste wat is opgevallen, is als je kijkt naar hun gebouw, je ziet dat ze echt een beetje krap zitten. Mensen zitten van hier en daar. En voor de rest zie je wel dat de mensen heel... ja, tevreden hier werken, maar het zou ook beter zijn als ze misschien ietsje, ja, een veel grotere ruimte krijgen. Dat is echt een van de zaken welke ik heb opgemerkt. En het gebouw ziet er niet zo geweldig uit. Zijn er nog andere zaken? U heeft de voeling gehouden, u heeft zaken kunnen horen van de directie, ook de bond. Wat zijn de meest voornamelijke zaken die u ter oren is gekomen? Ten eerste, SBB was toentertijd opgericht voor eigenlijk een soort testfase. Daarna zou men overgaan tot een autoriteit. Men wil het eigenlijk noemen de Bosna's. En bijna al zoveel jaar is men bezig om eigenlijk dit werkelijk te realiseren. Maar het is tot nu toe niet gelukt. Dus wat zij graag willen is dat ik samen met deze nieuwe regering werk ervan maak dat het werkelijk een autoriteit, bijvoorbeeld als TAS, een autoriteit als MAS. Maar nu werken ze eigenlijk als een werkarm voor GBB met... ja, dat is het. Hoe zal het beleid verder eruit zien, volgens u, minister? Ten aanzien van SBB. Ik zal dit wat ik vandaag heb waargenomen, ze hebben dit ook voor me gepresenteerd, zal ik dan verder met de top van de regering bespreken om dit werkelijk uit te voeren. Zodat we veel meer kunnen halen uit onze bossen. Want als het werkelijk een autoriteit op zich wordt, kan je veel meer middelen binnenhalen voor de staat. Los van SBB, u heeft een aantal zaken ook in uitvoering bij het ministerie. Kunt u ons een laatste stand van zaken geven met betrekking tot de activiteiten bij GBB? Als ik het goed heb, ja, waren we vorige week in Para. Daar hebben we geprobeerd om bijna 800 zoveel grondbeschikkingen te geven. Als de situatie het toelaat met COVID, willen we ook nog 2 districten aandoen voordat het jaar afsluit. Dus we werken, we proberen ons de achterstanden dan in te halen. Zijn er nog ook andere zaken op het ministerie, los van het uitgeven van grondbeschikkingen? En dat is dit gedeelte, hè? Onze bosgedeelte. Het is grondbeleid en bosbeheer. Vandaar dat we hier zijn. Tot nu toe, wat de directeur heeft gepresenteerd, is dat we voorlopig nog geen concessies uitgeven en ook geen verlenging. Dus al die zaken moeten we dan ook bij de regering top bespreken. Want zonder de verlenging en de concessies is het zo dat zij dan eigenlijk doodbloeden. Want door die zaken krijgen ze dan eigenlijk middelen hier binnen. Maar als dit bijvoorbeeld niet gecontinueerd wordt, kunnen zij dan ook straks failliet raken. Dus al die zaken zijn vandaag ook naar voren gebracht. Maar die gaan we nog verder nog met de president, de vicepresident, het totale regeringsteam nog een besluit nemen. Dank u wel. Nou, als organisatie zijn we voor de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers. En daarbij is nodig dat je een gezond bedrijf hebt. Wil je dat realiseren? En een gezond bedrijf begint alvast met goed leiderschap. Maar los van leiderschap is bijvoorbeeld SBB, hebben ze ook buiten zaken die in orde gemaakt moeten worden. En dat is vanuit het ministerie. En uiteindelijk vanuit de regering. En wij als werknemersorganisatie moeten erop toezien dat het bezit van de natie, dat is SBB en de bossen, niet wordt verkwanseld. Niet door geen enkele regering. En vandaag heb ik wel aangegeven dat we nu wel dat stukje goed in de gaten zullen houden. Omdat we continu merken dat de politiek een dusdanige invloed heeft op het bedrijf, waardoor de bedrijfsvoering naar de knudden gaat.
En we hebben het de afgelopen tijden meegemaakt. En ik denk dat het ergens moet stoppen. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Niet alleen als bond en werknemers. Ook de Surinaamse gemeenschap heeft die verantwoordelijkheid. En die moeten we nemen. En dat gaan we ook nemen. Dus wij zijn nu bezig om te kijken. We hebben een afspraak met de minister in januari. Dat we in tripartiet overleg gaan. De directie, het ministerie en de bond. Dat we proberen de zienswijze, de manier waarop, laten we zeggen, de visie van de organisatie, waar wil het bedrijf naartoe en hoe wij als vakbond daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ik hoorde in uw toespraak van zeggen van in de voorgaande periode dat er perikelen waren en met de komst van dus de nieuwe leiding en ook de minister dat zaken een positieve richting op zullen gaan. Nou, alvast, we hebben vorige leidingen van het bedrijf gehad. En ik denk dat meneer Bettersen, in dit geval de directeur, op dit moment een goede gesprekspartner is. Wij kunnen zaken open bespreken. Wanneer we praten over wederzijds respect, dan denk ik dat het van beide zijden uitkomt. En dat betekent ook dat je me geen informatie mag achterhouden. Ik denk dat we een goede start hebben gemaakt met deze nieuwe directeur. We hebben de CAO reeds rond, die reeds een geruime tijd was ingediend. Nu afgerond. Dus we gaan nu kijken hoe we verder daarmee moeten. En bij het aantreden van deze nieuwe minister heeft een aantal perikelen gekend. Maar er zijn ook momenten geweest, ja, waarbij er actie gevoerd is. Alleen maar om ervoor te zorgen dat dit bedrijf gezond gemaakt wordt. Die acties waren niet gevoerd om andere zaken dan ervoor zorgen dat er een leiding komt. Dat de regering in elk geval de aandacht van de regering heeft om het bedrijf door te lichten, zowel organisatorisch als financieel, om te weten waar de zwaktes zijn, zodat we het kunnen aanpakken. En verder hebben we gezegd, dit bedrijf heeft veel potentie. En dat Bosnas, zoals is aangegeven door de directeur, nou eens eindelijk tot stand gebracht moet worden. Zodat we net als de MAS, net als Casas, net als al die andere bedrijven die voor zelfstandig zijn geworden, onze broek zelf kunnen ophouden. Concreet, wat zijn de concrete zaken die de bond met de nieuwe leiding en de minister op korte termijn gerealiseerd wil zien? Doorlichting van het bedrijf, om te weten waar is de ziekte van het bedrijf, zodat we de juiste medicatie kunnen toepassen. 2, Bosnas, dat is onze levensader voor zelfstandigen, zodat wij een eigen bijdrage kunnen leveren aan het land. 3, ten aanzien van, maar dat past in dat stukje doorlichting, dat betekent de reorganisatie, dat de juiste mensen, de juiste plek en verder wat we allemaal nodig hebben, dat we niet ongelimiteerd mensen in dienst nemen, maar dat we mensen nemen die berekend zijn voor hun taak en die waarvoor er werkplek is. Anders heb je groot waterhoofd. De meeste directies, waarom ik dat zeg ook, de meeste directies geven de bond de schuld. Waar was jij? Nee, waar was de raad? Waar was de minister? Wij, dus dat stukje werk, willen ze afschuiven naar ons toe. Dus ik denk dat als wij een goed management hebben, het bedrijf is verzelfstandigd. Verder de nodige reorganisatie nadat de doorlichting heeft plaatsgevonden kunnen uitvoeren. En het bedrijf op een bedrijfseconomische manier, volgens bedrijfskundige principes, moet kunnen draaien. Dus niet dat vanuit de politiek wordt gezegd, dat moet je doen. En het bedrijf moet dan allerlei capriolen uithalen om datgene wat de regering gezegd heeft, of componenten daarvan, om dat uit te voeren. Ik ben ook blij dat de directie ook gezegd heeft. Zeg, men moet mij geen zaken vragen die problemen geven met regels. Er is een regelgeving en we gaan ons allemaal netjes en dus ook de regering ons daaraan houden.